Zodra de buizen voor het autoverkeer van de Maastunnel weer vrijgegeven zijn, wordt er begonnen met het opknappen van de fietserstunnel en de voetgangerstunnel. En die plannen beginnen bij de roltrappen. Hier zie je ook de lichtlijnen. Nu zijn het er 4. En straks worden het er 2. Dan komen de oorspronkelijke lichtlijnen komen hier weer terug. Via de roltrappen kom je of in de fietsenstunnel of in de voetgangerstunnel. Eerst die aanpak van de fietsenstunnel. Ja, we gaan eigenlijk het dak aanpakken. Er komt een nieuwe coating op. We gaan de wanden aanpakken. Volledig nieuw tegelwerk. En we gaan de vloer aanpakken met een volledig nieuwe slijtlaag. En daarnaast gaan we ook de verlichting vernieuwen. En dat komt warm wit licht voor terug. Wat betekent dat voor de fietsers? Want er zijn er zo'n 7000 per dag die hier doorheen komen. Ja, de gemeente gaat voorzien in een vervangend vervoer. Van hoe lang? Ja, dat is gedurende 7 maanden is de fietsenstunnel afgesloten. Er komt nog 4 maanden bij, hè? Ja, maar dan is de fietsenstunnel weer volledig beschikbaar. En dan zijn we alleen nog restantwerkzaamheden aan het doen in de voetgangerstunnel, dat hier beneden is. En onder die restantwerkzaamheden valt het verwijderen van asbestvezels. Die zitten in leidingkanalen onder de vloer van de voetgangerstunnel. Het voorbeeld dat wij filmen is gegarandeerd asbestvrij. Het asbest zit in de donkere rand verwerkt. Ja, die zit eigenlijk in de opstaande rand. En wat gaat er gebeuren? Er wordt 10 centimeter van de rand verwijderd. Waardoor ook gelijk de asbesttoepassing weg is. En dan in de toekomst kan er gewoon veilig gewerkt worden als het nodig zou zijn. Maar deze asbestrand heeft nooit kwaad gekund voor de mensen die door die voetgangerstunnel liepen? Nee, die heeft altijd... een bouwkundige afscherming gehad. En dat is door middel van de stalen rand die aanwezig is. Nu is er extra geld voor, dus nu pakken jullie het aan. Dus nu wordt het gelijk aangepakt om in de toekomst niet meer in de problemen te komen als de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden.